Eindhoven. Hoe gaat het met u? Niet zo goed. Want? Mijn stem gaat een beetje afgeleid. Dat is jammer. Ik hoorde dat u nu één nummer ging zingen vanwege de maagsfeer, hè? Ja. Dus de maagsfeer is mogelijk ook, blijkbaar. Zit in de keel. En daar ga ik de stem voor zeggen. Ik wil het toch heel graag even proberen. Heb ik heel veel respect voor. Heel veel succes. En als het niet meer gaat, dan horen we het. Goed? Roxanne, Roxanne. Als het niet gaat, doet ze mijn tweede nummer niet. Ook goed. Ja? Ja. Oké. Hartelijk applaus voor Corina, want ze staat hier wel met een maagsfeer. En ondanks dat was het natuurlijk hartstikke goed wat je deed. Roos, wat vond jij ervan? Ja, inderdaad, wat Roxanne net zag. Je staat hier gewoon wel. Inderdaad, met een maagsfeer en last van je keel. En ik vond het toch gewoon super wat je deed. En zeker.
gewoon doet en het gewoon even allemaal vervolgt. Ja, gewoon super, echt waar. Heel goed gedaan. Ja, dan kan het zeggen. Dan kan je nagaan als het de maagsfeer er niet zat, hè? Inderdaad. Nou, hartstikke goed, Corina. We hebben je dan een paar keer ook gehoord. Zonder maagsfeer. En toen was het helemaal toppie. En ik vind het nou ook, wat je gepresteerd hebt, in ieder geval hartstikke goed. Ondanks de toestanden. En ik hoop dat het gauw allemaal weer over is. Dat je weer je eigen goede stem weer terug hebt. Ik wens je wel veel wetenschap. Nou, dankjewel, Corina. Onze volgende kandidaat, dat is Dana.